Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 5 april 2016. Dus het bulletin van dinsdag. Vandaag alleen morsen en een SSTV plaatje en BW12. En dat laatste is vanwege de beschikbare tijd ook niet helemaal zeker. Verder vandaag wel deel 16 van de historie van onze hobby. Er is nog steeds niet superveel nieuws. Er is wel weer een korte golflocatie minder, helaas. Gisteren op maandag zijn de gordijnantennes van de Voice of America in Greenville, North Carolina, opgeblazen. Zo meldt onder andere SW Elling. Het gaat om 48 centmasten in totaal die er al meer dan 50 jaar stonden. De antennes waren overigens al sinds 2006 buiten gebruik. Onlangs werd bekend dat de locatie van de antennes als overtollige overheidseigendommen in de verkoop gingen. De slopen betrof de zogenaamde Edward R. Murrow zendlocatie, ook bekend als VOA Site A. De redelijk dicht daarbij gelegen VOA Site B is nog steeds in gebruik voor uitzendingen richting Zuid-Amerika, Cuba, het Caribisch gebied en Afrika. Deel 16 van de historie van onze hobby. Gisteren had ik het over twee belangrijke ontwikkelingen in de jaren 70 van onze hobby, namelijk de komst van de Japanse amateurapparaten op grote schaal en de komst van de FM-repeater. Er is nog een belangrijke ontwikkeling die in de jaren 70 begon. Toen ik in 1975 centamateur werd, waren er ruim 2700 centamateurs in Nederland. Nu zijn het er bijna 5 maal zoveel. Het amateurisme was in die tijd nog steeds niet helemaal ontgroeid dat het een hobby was van de elite. Het luisteren naar radiosignalen, met name naar omroep, was mede door omroepen als VARA en AVRO al sinds de jaren 20 iets waar ook het zeg maar gewone volk zich mee bezig hield. Het centamateurisme was zeker in die begindagen iets van zeg maar de hogere heren. Ook toen al waren het vooral heren. Mensen als Steringa en Jan Korver kon je, zoals ik ook al eerder vertelde, niet beschouwen als behorend tot de normale burgerij. De tandarts van de koningin maakte deel uit van hun groepje en zo was dat ook door de hele hobby heen. Hoe het zat in de jaren 20 weet ik niet, maar begin jaren 70 werd door amateurs wel vaak gezegd dat iedereen in het gezelschap welkom was, of het nu een lasser was, een schilder of een burgemeester. Maar eenmaal in die hobby aanbeland was er toch nog dat gevoel van wij zijn meer dan de rest. Die achtergrond verklaart ook de grote weerzin die de komst van zoveel nieuwe amateurs bij de oude garde opriep. Het was niet overal zo, maar veel van de oud-gedienden vonden met name de komst van die verkapte koffieleuteraars van de D-kanalen dus absoluut niets. Heel gek was dat nou ook weer niet. De 27MC was verboden geworden en zonder veel besef dat dat twee verschillende dingen waren, loodste staatssecretaris Van Hulten begin 1975 een de facto verbod van de 27MC door de Kamer. Dat ging alleen door de op grote schaal protesterende 27MC'ers een legaal alternatief te bieden in de vorm van de D-kanalen. De 27MC'ers die wilden helemaal niet op de D-kanalen. En de amateurs wilden die in communiceren en niet in techniek geïnteresseerden met hun door Van Hulten als koffiepraatjes bestempelde QSO's ook helemaal niet op de amateurband. Het was een voor iedereen in die begintijd uiterst opgedrongen en ongemakkelijke situatie. Die situatie werd pas 5 jaar later, begin 1980, opgelost toen er een minister kwam, toen nog bekend als Nelly Smit-Kroes, afkomstig uit een familie met roots in de truckerswereld, die daardoor wel begreep dat er een verschil was tussen zendamateurs en 27MC-hobbyisten. Toch kun je stellen dat de komst van die mensen die vanwege hun eerdere interesse voor 27MC, vanwege het verbod, via de D de hobby binnenstroomde, zich meestal al heel snel en goed aanpaste in de zich veranderende hobby van het zendamateurisme. Overigens beperkten die ontwikkelingen zich niet tot Nederland. Hooguit ging het hier door de ontwikkelingen nog sneller. Ook in het buitenland nam de belangstelling voor de zendhobby in die tijd spectaculair toe. De latere legalisering van 27MC heeft onze hobby ook zeker meer bekendheid gegeven, waardoor het zendamateurisme in de slipstream van die enorme rage die 27MC in de jaren 80 was, mee kon groeien. Het heeft de hobby echter wel veranderd, maar die veranderingen lagen ook al besloten in de technische ontwikkelingen waarbij apparatuur steeds geavanceerder werd en het moeilijker wordt om zelf nog dingen te kunnen bouwen die moeiteloos met een veel goedkoper gekocht apparaat kunnen concurreren. Omdat er nog wat tijd over is vanwege het weinige nieuws heb ik tijd voor nog een verhaal. Ik heb dit alles eerder uitgezonden, maar ik denk dat de meeste van de huidige luisteraars het nog niet eerder hebben gehoord. Het gaat over het zinloze spoorwegviaduct. Ik houd erg van absurde verhalen en helemaal als ze waar zijn. Het volgende lijkt regelrecht uit een tv-serie van Wim T. Schippers te komen, alleen is het verhaal dus zeer aantoonbaar authentiek. Tussen de Utrechtse plaatsen Zeist en De Bilt liep lange tijd een lokale spoorlijn. Ooit reed er een treintje over de 7 kilometer rails van Zeist naar het huidige station van Bilthoven. Zoals op veel spoorlijnen werd de lijn alweer een aantal jaren geleden opgeheven en de rails werden in 1972 ook overal weggehaald. Station Zeist werd in 1976 gesloopt.
Toen in 1985 de A28 werd aangelegd, dat is die vermalendijde snelweg die ondanks de enorme protesten toch door het bos Amerisweertse ging. Nou ja, afijn, toen die snelweg dus werd aangelegd, waren de ontwerpers van het bouwbestek voor de weg er niet van op de hoogte dat het spoor er al jaren niet meer lag. Kennelijk waren ze te veel bezig geweest met de protesteerders tegen de weg midden door het bos. Je zou eigenlijk bij zoiets zeggen, geen spoorlijn die hier de weg kruist, dus ook geen viaduct. Doorstrepen dus die onzin. Maar dat gebeurde niet. Het viaduct kostte enkele miljoenen, werd gewoon afgebouwd en daarna meteen met een hek afgesloten. En de situatie die bestaat dus nog steeds. Schitterend zoiets en triest tegelijk. En een zaak voor een van de vermakelijke televisieprogramma's die zich hierin specialiseren in dit soort overheidsflaters, zou je zeggen. Dat zou het zijn als dit het hele verhaal was. Geïntrigeerd als ik soms ben door dit soort kwesties, ben ik een paar jaar geleden nog eens wat verder in de zaak gedoken en zo ben ik achter wat aanvullende achtergronden van de zaak gekomen. De lezing over het viaduct is inmiddels ook op Wikipedia te vinden. De verdiepte aanleg van de A28 kruiste namelijk een kerosineleiding die de vliegbasis Soesterberg verbond met de opslag van vliegtuigbrandstof die waarschijnlijk om ze voor bombardementen op de vliegbasis te behoeden op afstand van het militaire vliegveld lag. Om de ligging van die leiding niet prijs te geven, werd besloten om deze te verbergen in een nieuw te bouwen spoorwegviaduct, terwijl op dat moment de betreffende spoorlijn al 13 jaar niet meer bestond. Zoals te lezen is in het boek Geheim Landschap, 200 jaar militair op de heuvelrug van Kees Volkers uit 2009, werd als reden voor de bouw van het viaduct bekendgemaakt dat er plannen waren om de spoorlijn te heropenen. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.